Oké, PvP, 3, 2, 1, nu! Oh, het is een enderpearl! Had gewoon een enderpearl, zag ik! Ik kan niks zien, ik maak screenshots. Dylan, kill hem! Ik zie niks! Come on, come on! Ik ben dood. Oh, nee. Oké, ik ga even spectaten. Oh my god! Ik ben gewoon op het eilandje geschoten! Yo kijkers van Doe Maar Gamen. Vet dat jullie allemaal weer kijken naar deze splinternieuwe aflevering van Minecraft Skywars Duo. Ik ben weer samen met Dylan. Hallo. Oh ja, Dylan, het werkt wat ik je zei. Wat? Die tactiek met die eieren. Ja. Kijk. Ja, het heeft gewerkt. Holy shit. Nice. Okay, alleen Dylan, nu heb ik natuurlijk helemaal geen zwaard nu ik dit heb gedaan, hè. Dan moet ik je komen beschermen. Welke kant heb jij eigenlijk iemand vermoord? Van links of rechts? Ik geloof van links, als je het vanaf jouw perspectief bekijkt. Dat, oh. Dus ik weet niet zeker wie je nou precies hebt gedood. Ik hoop in ieder geval degene die tussen ons zat. Oh, we kunnen makkelijk bij elkaar komen. Ja, come on. Weer. Ik kom meteen naar je toe. Ja, weer iemand. Oké, dus die ijzer is best wel goed. Ja. Oké, Dylan, ik heb hulp nodig. Ik heb geen zwaard. Ik heb geen zwaard en ik zit hier vast op een eilandje. Ik bouw. Oké, maar ik heb de twee mensen naast mij. De twee mensen naast mij heb ik uit weten te schakelen. Dus in principe is dat al wel weer een heel erg groot voordeel. Ja, dat heb ik gemerkt. Want daarom kan ik nu in één keer naartoe. Oh man, dat was zo fucking episch. Oké, nu kan ik natuurlijk ook gewoon rustig meebouwen. Want ik heb namelijk wel geen zwaard. Maar toch, de buren zijn allebei dood. Ja, ik ben bij je. Ja, nice. Oké, ik ben hier. Dylan, oh my god! Holy shit! Door dit. Ik maakte er zelf ook een sprongetje door. Ik dacht heel even voor een aantal seconden dat je dood zou gaan. Oké. Oh, ik schrok me dood. En dat het een handig idee is dat ik de bouwer ben en dat jij de PvP-gast bent. Omdat jij namelijk een zwaard hebt en ik niet. Oké, even kijken. Ik heb alleen geen bouwblokken meer. Ik heb wat. 14. Oké, Dylan, achter je. Dylan, achter je. Oh, ik heb de blok gedropt. Ik pak het even snel. Dylan. Ga weg. Oké, jij moet hem pakken, want ik heb namelijk helemaal niks bij me. Dus we moeten... Ja, je kan hem inmaken. Hij heeft niks. Zo'n zwoord. Nee! Nee! Oké, Dylan, nu ben ik screwed. Zoveel geluk. Nu ben ik screwed. Hij wil met mijn team. Hij wil met mijn team. Geluk. Zorg ervoor dat je teamt. Ah, ik moet met hem teamen. Ik heb geen keus. Ik heb geen keus. Ik heb een zwaard nodig. Heb je een zwaard? Ja, hij heeft een stone sword. Dat is het enige. Ik hoop dat hij misschien een zwaard nog voor mij heeft. Als hij me namelijk een zwaard kan geven. Ja, oh my god. Ik heb gewoon een zwaard van hem gekregen. Als hij nou wist dat jij bij mij hoorde, dan konden we met z'n drieën teamen. We hadden wel goed fuck. Team. Ja, precies. Dan hadden we tenminste nog kunnen winnen. Maar omdat we dus... Maar eigenlijk viel ik hem eerder aan, want ik rende op hem af. Ja, maar ja, hij keek ook heel intimiderend naar ons. Ik weet niet of die skin van hem er bij jou ook zo raar uitzag. Maar mij had hij namelijk een heel bruin hoofd of zo. Heel apart. Nou, of wat voor skin zag jij bij hem? Bij mij, dat is namelijk zo in Minecraft. Soms hebben mensen een Steve skin, alleen dan is die helemaal gebukt, zeg maar. Oh ja, dat komt dan door de texture pack volgens mij. Ja, precies. Dat is echt heel apart. Maar oké, ik ga proberen. Ik zie bijna geen ene reet door dit pak, maar dat maakt verder niet uit. Iemand staat er te wachten op je. Oeh, serieus? Ja, kijk maar. Oh, ik zie het. Hij is lekker van een appeltje aan het genieten, zie ik. Je kan eigenlijk al op zijn brug springen. Volgens mij wil hij teamen. Hij dropt. Ik zal het niet vertrouwen. Hij gaat je slaan, denk ik. Oppassen. Oké. Nou, hij wil echt teamen. Ik hoop tenminste dat ik hem echt kan vertrouwen. Ja, ik kan hem echt vertrouwen. Je hebt nu een goed team. Oké, nu heb ik twee teamgenoten aan mijn zijde. En ook nog eens een navigerende aap. Ik bedoel, je lijkt bijna op die aap van Dora, weet je wel. Van we moeten naar links. Hou je bek, aap van Dora. Niemand mag jou. We moeten naar rechts. Maar in ieder geval, ik ben. En die wil ook met je team, hè? Het ook wat gebaar te maken. Ja, maar ik kan niet met iedereen gaan teamen. Anders heb ik zo meteen alle mensen die nog in de map over zijn als teamgenoot. Wie de fuck moet ik dan gaan. Ik wil echt het scumbags gaan doen, maar ik doe het niet. Oh ja, ik denk ook. Ik wou hem één tikje geven. Kijken wat hij dan zou doen. Maar nee, dat is een beetje flauw. Maar ze zitten ook echt gewoon zo van. Ze staan er ook echt zo bij van. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Ik ben alleen maar altijd harde werk aan het verricht hier. Even kijken wat je aan het doen bent, hoor. Ja, inderdaad. Even kijken. Dus naar beneden. Ah, zo diep je dat dus. Even de haast tutorial volgen. Ja. Gordijnen tutorial of whatever dan ook. Oké, ik ben in ieder geval bijna bij de volgende. Oh, kut. Oké, we kunnen bij hem in de buurt komen. Het is open. Tenminste, het is dat nou die kerel die... Oké, nu snap ik eigenlijk geen ene reep meer van. Iedereen teamt met je op? Ja, iedereen teamt met me. Maar wacht even. 1, 2... Ja, dat zijn 3 teamgenoten die ik nu aan mijn zijde heb. Jullie zijn met z'n vieren. Oké, ik ga gewoon snel verder. Dit kunnen we. Je hebt nog maar 3 teamgenoten, hè? Waar moet je nagaan? Wacht even, met z'n vier... Ja, nog meer dan de helft van alle spelers is jouw team. Heeft iemand bouwblokken voor mij? Ik hoop serieus dat iemand bouwblokken voor me heeft. Want dan kan ik in ieder geval bij de tegenstanders in de buurt komen. Oh, joh. Ja, ze hebben ook al die tijd gewoon bouwblokken, hè? Ze zien mij keihard werken om een paar blokjes hout te hakken. Hebben ze gewoon bouwblokken. Joh. Gast, fuck jou, aan de kant. Wil je teamen? Zag je wat ik deed? Oh, je sloeg hem eraan. Ja, maar hij stond voor me. Hij wil ook al teamen. Oh god, Ik kan met de hele map gaan teamen. Nee, ik kan niet met iedereen gaan teamen. Ik kan niet, oh kut. Arjen, oh shit. Ja, oh hij is dood. Oké, let's go. Dus nu, wacht, hier zit... Oh my god, hoort die kerel bij ons? Oh nee, die hoort niet bij ons. Alles is hier, ik zie niks. Oh, het spectator is... Ah nee,
Nee, fuck, ik ben doodgemaakt. Shit. What? Ik wou mijn teamgenoten te hulp schieten. Ja, er was een of andere chick met full iron armor die het niet leuk vond dat ik mijn dierlijke teamgenoten te hulp schoot. Ons heeft ook nog eens gewonnen. Serieus? Ja, kijk maar. Ja, oh ja. Nou, laten we doorgaan naar het volgende potje, Dylan. Let's go. Oké, jongens en meisjes. Ik en Dylan zitten deze keer in de meest zandachtige map, namelijk de desert map. En Dylan, die zei zojuist dat hij naast mij zat, of achter mij, hoe je het ook noemen. Heel chill, want dan kunnen we namelijk proberen bij elkaar te komen. En deze keer selecteer ik trouwens wel mijn swordsman pakket, want anders heb ik namelijk weer geen zwaard zometeen. En dat is niet heel erg fijn. Die eieren zijn handig voor het begin, maar uiteindelijk heb je niet zoveel mee aan. Oeh, Dylan, ik heb een ender pearl. Oh, ik niet, maar ik heb wel heel veel diamond armor. Dylan, ik heb heel goed nieuws. Je bent ik ben bij je. Ik wou hem eigenlijk bewaren, die ender pearl, maar ik denk van nou, als ik nou gelijk naar je toe ga, dan weten we in ieder geval dat we bij elkaar zijn. Oh, Dylan, Klopt. Ik heb trouwens een golden apple voor je. Oh, dank je. Heb jij een ex? Ik heb ik een ex? Ja, maar die is geloof ik thuis. Ik heb er al een tijdje niet gesproken. Ik mag er niet echt. Ik had zo'n gevoel, hè, dat dit zou komen. Oh, shit. Dylan. Dylan, kom snel, Dylan. Oké, ik ben er, Oké, PvP, 3, 2, 1, nu. Oh, het is een enderpearl. Had gewoon een enderpearl, zag ik. Oh, kut. Uitkijken. Oké, Dylan, rustig. Ik heb de enderpearl gepakt. Oké, nice. Heb je een bow? Ik maak die heel veel dicht. Want we moeten namelijk echt even goed gaan uitkijken. Oh, met punch, nice. We moeten even kijken of we hem onderuit zouden kunnen halen. Als jij probeert... Oh, kut, hij is er. Dylan, hij is er. Ik kan niks zien. Ik maak screenshots. Dylan, kill hem. Ik zie niks. Come on. Ik ben dood. Job, ik schrok me What dood. What the fuck? Oh, hij heeft een golden apple gegeten. Ik zag namelijk al die practicals om hem heen, maar ik vroeg me af hoe hij ons kon inmaken. Ik schrok me dood, dus ik drukte op F3, ik drukte F2, ik maakte screenshots. Ik denk al, waarom help je nu niet? Ik zag jou allemaal rare bewegingen maken, alsof je een soort van nieuwe apen dance move aan het uitproberen was of iets dergelijks. Oké, nou, Dylan, let's go to the next one. Oké, jongens en meisjes, ik en Dylan zitten deze keer in de Parijs map. En Dylan, die zei zojuist al tegen mij dat hij aan mijn rechterkant zat. Hallo, Dylan. Hallo. Kun je even een sexy move voor me maken? Want ik ben namelijk op je ingezoomd. Oeh, ja hoor. Oh, dat vind ik wel echt een prachtig mooie move. Ik denk dat heel erg fijn gaat zijn voor de aap in de dierentuin. Dus we zullen er waarschijnlijk van kunnen gaan genieten. Zeker. Oké, nou, we spelen deze keer met de overpowerde pakketten, jongens meisjes. En dan heb jij toevallig zin, Dylan, in een reisje naar de Eiffeltoren? Oeh, ja. Ik ben daar ook wel ben zin er ooit in. Geweest? Ik ben nog nooit, in het echt ben ik nog nooit bij de Eiffeltoren geweest. Maar in Minecraft is het me nog wel een aantal keertjes gelukt. Nou, bij mij precies andersom. In Minecraft nog niet, maar in het echt wel. Oh, serieus? Ben je in het echt al een keer naar de Eiffeltoren geweest? Ja, en ook op de top geweest. Oh, episch. En hoe was het? Want ik ben eigenlijk best wel benieuwd naar. Het lijkt me namelijk ook wel vet om daar een keer naartoe te gaan. Het was wel heel lang geleden, maar volgens mij gingen we met een lift. Dat weet ik niet meer zeker. Nee, je moest eerst een gedeelte met de trap en daarna met de lift volgens mij. Of andersom. Maar in ieder geval, het duurde heel lang om op de top te komen. Dat weet ik wel. Maar mooi uitzicht of niet? Dat zeker. Nou, sick. Hey, ouwe, ik heb in ieder geval 3 god apples. En ik ben heel dichtbij in de buurt. Dus dat scheelt. Oké. Nou ja, ik heb voor jou in ieder geval hier 2 god apples. Jee, dank je. En dan kijk ik heel. Oh, jij hebt natuurlijk alles al geloed. Dat is mooi. Oh, trouwens, ik heb nog een cadeautje voor je. Boom, boom. Nieuwe swag. Yes, full diamond gear. Diamond beide. Oké, Dylan, we moeten echt. Ja, had jij nou een enderpearl? Zei je dat nou? Nee, ik heb geen enderpearl. Maar ik heb wel een heel goed zwaard. Okay, dan zou jij misschien een beetje. Heb jij een bow bij? Dat je een beetje kan archen en kan kijken of je mensen van me af kunt houden. Iemand schiet op je uitkijken. Oh, in het midden is zo iemand terug. Nee! Oh nee! Oh, kut. Ben je onderuit gehaald? Ja, ik zie het. Kut. Oh, YOLO. Nee. Oké, ik ga even wat spek eten. Oh my god! 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 Ik ben gewoon op het eilandje geschoten! God apple. Oké. Was iemand nou bij je? Ik heb geen freaking iemand idee, ouwe. Iemand schiet op je uitkijken. Ik probeer te blokken als het nou kan. Oh, je hebt een blokplaats. Goed zo. Ik maak gewoon echt een dikke muur om het hele eiland heen. Ja, een hele base. Oké, YOLO. Oké, wat moet ik doen? Zullen ik gewoon proberen bij de overkant te komen? Nou, oppassen, daar blijf me op je schieten. En als je naar de overkant wil komen, dan schiet je waarschijnlijk af. Kut, ik heb ook geen bow, dus dat zuigt. Oké, ik moet misschien hier gewoon even wachten totdat hij wat gaat doen. Totdat hij weggaat of zo. Of je gaat heel voorzichtig met een muurtje bouwen. Kijk, daar is iemand, hè? Ja, ik ben niet echt iemand die heel voorzichtig kan bouwen. Dat is het probleem een beetje. Oké, ik bouw wel gewoon blokje voor blokje. Dat is misschien nog wat te doen. Als ik dan gewoon een klein beetje voorzichtig blijf, dan. Dan moet dat lukken. Oh, dan ben jij. Vroeg me even dood. Is iemand op aan het schieten? Nee. Oh, jawel. Oh, kut. Oké, dat was geloof ik met de normale bow, of niet? Denk het wel. In ieder geval die gas in het midden, die richt nu niet op jou. Nee, fuck! Shit, ik wist serieus niet dat hij me onderuit kon halen met de normale boom. Ik zag het niet. Oh, balen ouwe. Ik had het idee dat ik hem wel makkelijk in het ootje kon nemen. Maar schijnbaar had hij daar niet al te veel zin in. Helaas. Jongens en meisjes, heel erg bedankt voor het kijken van deze nieuwe aflevering van Minecraft Skywars Duo. Die natuurlijk weer gedaan is door mij het konijn en door Dylan de aap. Yeah. Als je deze nieuwe aflevering van Minecraft Skywars Duo nou leuk vond, vergeet hem dan natuurlijk niet even een blauw duimpje omhoog te geven. Moet je natuurlijk alleen als je de video leuk vond. Al laat je ons daarmee wel duidelijk blijken dat jullie dit een leuke serie vinden. En dat jullie meer apen en konijnen op Doe Maar Gamen willen zien. Ja. Check natuurlijk even het kanaal van Dylan in de beschrijving. Abonneer op Doe Maar Gamen voor meer Minecraft gerelateerde video's. En tot de volgende keer. Later mensen. Doei.